Zo snel mogelijk biomassa voor energie afbouwen, adviseert SER. Het verbranden van biomassa om warmte en stroom op te wekken moet zo snel mogelijk worden afgebouwd. Dat zegt de SER in een conceptadvies aan het kabinet. Maar bedrijven die eerder moeten stoppen met biomassa moeten wel worden gecompenseerd. Biomassa, het is inmiddels een beladen term. Het gaat niet alleen om hout, maar ook om gewassen, algen en dierlijk afval. Je kunt er energie mee opwekken, maar ook biobrandstof mee maken. En het gebruiken als grondstof voor bijvoorbeeld plastic in de chemie. En omdat gewassen tijdens de groei CO2 opnemen, is het volgens de regels duurzaam. Maar vooral het verbranden van hout stuit op veel weerstand. Volgens de tegenstanders is het niet duurzaam en gaat het ten koste van de luchtkwaliteit. Voorstanders wijzen erop dat het gaat om een tussenoplossing die nu nodig is om de klimaatdoelen te halen. Toch zegt de SER nu in het advies. Laagwaardige toepassingen, zoals het verbranden voor elektriciteitsopwekking, warmte en bijmenging voor lichte wegvoertuigen, moet worden afgebouwd. Voor brandstof voor schepen, vliegtuigen en vrachtwagens maakt de SER een uitzondering. Daar zijn nog geen duurzame alternatieven voor handen. En biomassa als grondstof moet juist gestimuleerd worden. De SER constateert dat voor een toekomstgerichte inzet van biogrondstoffen een bijstelling van beleid en businessmodellen nodig is. In Nederland is bijna 60% van alle duurzame energie gemaakt met biomassa. Wind, zon en aardwarmte wekken op dit moment veel minder duurzame energie op. Verslaggever Hendrik Willem-Hofs is op de redactie. Ja, er wordt dus relatief veel biomassa gebruikt nu. Wat is het alternatief? Ja, daar staat niet zo heel veel over in het conceptadvies. Ja, voor elektriciteit zou je dan nog kunnen denken aan extra windparken of extra zonnepanelen, hoewel daar ook weerstand tegen is. Maar bij biomassa gaat het vooral om het opwekken van warmte. Ja, en de alternatieven daar, ja, die zijn eigenlijk nog niet zo ver ontwikkeld. Geothermie, waterstof, er moet nog heel veel geëxperimenteerd mee worden om dat heel grootschalig in te kunnen zetten. Het wordt dus nog wel een hele ingewikkelde puzzel om die grote hap biomassa op termijn te gaan vervangen. Nou gaat er ook 8 miljard euro subsidiegeld naar biomassa. Hoe gaat het daarmee? Ja, ook dat is een heet hangijzer. Een deel daarvan is al uitgekeerd. Een deel daarvan is toegezegd. Bedrijven hebben investeringen gedaan. En de SER zegt ook, de overheid moet een betrouwbare partner zijn. Minister Wiebes is nu op verzoek van de Tweede Kamer aan het uitzoeken hoeveel eerder er gestopt kan worden met biomassa om warmte en elektriciteit op te wekken. Wat dat gaat kosten, maar ook wat het betekent voor de klimaatambities. Ja, want hoe moet het nu verder? Ja, dit conceptadvies wordt nu voorgelegd bij de SER aan de achterban. Dat zijn de werkgevers, dat zijn de vakbonden, maar ook natuur- en milieuorganisaties die hebben meegepraat. Ze zijn het nog niet eens en toch ligt de belangrijkste conclusie toch wel vast. En dat is dat biomassa voor het opwekken van warmte en stroom zijn langste tijd heeft gehad. Dankjewel voor je uitleg, Hendrik Willem.